Bijna ging de kermis in Julianendorp dit jaar niet door. Het beoogde terrein was na een hoogstbui van begin deze week te drassig. Maar op het laatste moment wist de culturele toch nog een andere locatie te vinden. Dus ging vrijdagmiddag om klokslag 3 uur de dorpenkermis van start. Dit keer zonder horeca, maar met een reuzenrad. Goedemiddag. Goedemiddag. Toch nog kermis in Julianendorp? Ja, gelukkig wel, hè. Mooi is dat, hè. Wanneer wisten jullie dat het definitief door kon gaan? Definitief weten we al een tijdje. Maar het was natuurlijk eerst de bedoeling dat we bij Buitenveld, bij de residents, tussen Buitenveld, het verlengde van de Zuiderhaakse, komen te staan. Mm. Ja, maandag gooide het een beetje regen het roet in te eten. Het veld was, dat kon echt niet meer? Dat was echt niet meer. Dan kan je nu nog zwemmen, volgens mij. Dus, grote vraag is natuurlijk, waarom niet gewoon op het loopbaanpark? Ja, waarom? Ja, door de corona. Alcohol en dat is op het loopuitpark, is het er gewoon bij de kermis van oudsher. En dat is niet mogelijk om die 1,5 meter dan te waarborgen. Dus dat mocht van de gemeente mochten we echt niet in de buurt van horecagelegenheden. Omdat dan gewoon het risico is dat er toch mensen... De verleiding is veel te groot. Ja. Ja. Zijn er net zoveel attracties als anders, of meer of minder? Of... Nou ja, we hebben net zoveel attracties, maar dat zullen jullie waarschijnlijk straks ook wel gaan zien. Maar we hebben één grote blikvanger en dat is de treusrad. Ja, want die staat er normaal niet. Nee, normaal gesproken is daar geen mogelijkheid voor. Het loopuitpark is toch wel beperkt in zijn ruimte. Maar we hebben normaal gesproken wel een beach house, zo'n funhouse. En die staan door familieomstandigheden, kunnen ze niet komen. En nou mocht het reuzenrad er eindelijk komen, want dat wilden we al zo graag. Wat hoog? Ja, wel heel hoog. Ja, wat kon je allemaal zien? Ik kon alles zien wat hier is. Ook zo'n huisje van daarachter. De oliebollenkraam op de kermis, dat kan natuurlijk niet zonder. Nee, echt niet. Waar komen jullie vandaan? We komen uit Purmerend. Oké, en eerste keer in Julianendorp of altijd? Nou, we zijn al heel wat jaren in Julianendorp. In ieder geval voor het eerst dan op deze plek? Voor het eerst op deze plek, ja. Blij dat het toch doorgaat? Ja, absoluut, absoluut. We zijn kermisexploitanten, we moeten draaien, niet thuis staan. Ja. Wat hebben jullie gedaan om te zorgen dat inderdaad mensen zich aan de regels gaan houden? Nou ja, overal hangen doeken. Nou, denk erom, 1,5 meter houdt u aan de regels. We hebben een looproute ingesteld. En we hopen dat iedereen ook een beetje zijn gezonde verstand gebruikt. Dat als je klachten hebt, dat ze netjes thuis blijven. En we doen er alles aan. Maar ja, niks is te voorkomen natuurlijk. Ben blij dat er weer kermis is? Ja. Ik deed een dubbelen uitkijken. En ik ga nu in die kliek duiken. Wat zijn de openingstijden van de kermis? Het is vrijdag van 3 tot 10. Zaterdag en zondag van 1 tot 10 en maandag van 2 tot 8. En dan is het over en uit. En dan is het over en dan hopen we dat we volgend jaar weer gezellig op het loopuitpark kunnen. Maar ik denk dat dit een ideale oplossing is voor iedereen.